Politicus en schrijver Stanley Raghubarsingh heeft afgelopen dinsdag in het Nationaal Archief zijn boek Uit de klei van Saramaka gepresenteerd. Het boekwerk vertelt het verhaal van 5 generaties van een Hindoestaanse familie vanaf de immigratie in 1873 tegen de achtergrond van koloniale ontwikkelingen in Suriname. Het verhaal draait om een kleermaker en een onderwijzeres die langs armoede, culturele en religieuze barrières hun weg door het leven moeten zoeken. Raghubarsingh vertelt meer over zijn zoektocht naar informatie voor het boek. En in Suriname krijgt ze twee zonen erbij. Dauletia wordt de moeder van de hele bekende Jan en Herman Adins. Dat is dat kindje dat meekomt van 3 maanden en dat wordt de moeder van die familie. Maar ze krijgt dus 2 kinderen erbij, 2 zonen. 1 wordt mijn nana, de vader van mijn moeder. En ik heb hem moeten zoeken omdat ik kon hem niet vinden. Ik dacht, ja, wie is die vader? En omdat het immigratieregister of niet toegankelijk was of in het ongereden geraakt. En ik kon dat niet raadplegen. Het heeft 6 jaren geduurd en ik heb hem eindelijk gevonden in de volkstelling van 1921 via zijn woonplaats. En op die manier hebben we Ujagir kunnen vinden, die ook de naam van de familie Ujagir heeft geleverd. Historicus Maurits Hassankan, die nauw betrokken is geweest bij het voorwerk van het boek, gaat nader in op het archiefonderzoek dat hij heeft gedaan. Heel uniek vind ik die relatie tussen Nandu en Tries. Nandu, een minder ontwikkeld persoon. Ik zeg niet dat hij niet intelligent was, maar in scholing minder. Tries ontwikkeld, onderwijzeres. En dan zie je hoe het gaat, terwijl één in Paramaribo zit, eentje in Ikedi. En dan ga je de gegevens en de gevoelens uit de briefwisseling van die tijd. Uniek is de beschrijving van een christelijke Hindoestaanse familie. Hoe zijn ze daarmee omgegaan? Doorgaans leefde vroeger het idee dat wanneer Hindoestanen christenen worden, dan zijn ze geen Hindoestanen meer, want ze nemen westerse cultuur, westerse ideeën en waarden over. Hier zie je een heel ander verhaal. Ik denk dat dit uniek is. En er moeten meer van deze verhalen komen van interreligieuze en interethnische relaties. Historicus Maurits Hassankan afgelopen dinsdag tijdens de boekpresentatie van Uit de klei van Saramaka. Het boek is geschreven door politicus en schrijver Stanley Raghubarsingh.